voetbalwedstrijd. En vader, het is zeker geen eenvoudige combinatie. Vooral omdat we heel veel weg zijn. Dus like dit jaar heb ik nu eigenlijk al ongeveer een maand Colombia, Argentinië gedaan. Een drietal weken in Italië gezeten. En ook nog twee keer 14 dagen in Spanje. Dus op zich ben ik eigenlijk nog maar een tweetal weken dit jaar thuis geweest. Dus ik zie ze niet zo heel veel. Er zijn wel periodes dat ik ze meer zie. Maar dus het is toch wel voor mij een belangrijk om die dagen die ik dan thuis ben, om ze naar school te brengen. Of om te proberen een goede vader te zijn. Het is niet altijd even makkelijk. Wolfpack voor mij is de manier waarop dat we koersen, de manier waarop dat we ons gedragen, zowel binnen als buiten de koers. Dus we hangen redelijk aan elkaar, meer dan andere ploegen. We gaan ook voor elkaar door het vuur. Er is niemand die eigenlijk een probleem heeft om zich op te offeren voor iemand anders. En we hebben eigenlijk maar één doel, dat is winnen. Die winst is onze prooi en we gaan erachteraan en we proberen die te pakken. En dat lukt heel dikwijls en dat zorgt ervoor dat blijft bestaan, dat verder gaat. Dat is voor mij de Wolfpack, onze mentaliteit als groep in feite. Na 2-3 dagen zonder fiets heb ik zin om terug te beginnen, zelfs in een rustperiode. Gewoon een keer één dag zonder fiets, een keer in de zon met gezin, daar kan ik op dit moment en op mijn leeftijd echt van genieten. Ja. Dan mis ik wel een beetje zo langere periodes dat ik van huis ben. Meer dan vroeger.